Ja, Eddie, ik vond dat jullie vandaag een verdienstelijke wedstrijd spelen, maar schiet je natuurlijk niks mee op. Nee, ze hebben gedaan wat ik gevraagd heb, maar als je dan zo een Lucky doelpunt tegen krijgt, want dat is een mislukte, mislukte center, dat binnenveld, en dan staat Dino wel achter en dan wordt het voor ons altijd moeilijk, he, want dan kunnen we kunnen dus zeer, zeer moeilijk scoren. Dus. Maar ik had toch zoiets van, ja, er, er zat toch wel een goal in vandaag? Ja, daar zit zeker een goal in. Maar, maar als je dan ziet, eh, Isabel, eh, een gekraakt schot. Eh, maar de gokken met de tweede ik diep in de spits gezet hebben om dan toch een doelpunt te kunnen maken. Die, die mankeert kracht. Dus ja, eh, het is niet, niet, niet stevig genoeg. Hè. Het is, die, eh, het is eh, zonder overtuiging en naar het doel gaan schotten. En, en, en dat is misschien het probleem. Fysiek misschien ook uh, een klein beetje? Dat is het probleem van, van in het begin van het seizoen. Uh, vandaag weer. Hè. Uh, 70 minuten gespeeld en, 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 en je begint minder te lopen. Je moet achter de bal beginnen te lopen. En, ja, dat is natuurlijk een probleem. Maar dat, is niet, dat je niet kunt oplossen op, op, op twee weken tijd. Daar dat, dat heb je veel meer tijd voor nodig. Ik heb al gezegd: de winterstop zal goed zijn voor ons om fysiek hard te trainen. En dan hopelijk in die, na de winterstop uh, er te, tegenaan gaan en uh, misschien 90 minuten kunnen spelen. Ja, want ik had uh, de indruk dat je daarmee Isabel misschien uh, verving. Alhoewel dat ze weegt, want ze weegt toch op elke verdediging? Ja, ze weegt zeker. Maar uh, je moet niet daar een ouderdom vergeten. Isabel wordt 38 jaar. Dat is als op zich al een, een, een profiel. En als je dan 2-0 achter staat en na, na 70, 75, 75 minuten, uh, heb ik veel respect voor Isabel. Want dan is het gedaan. Hè. Ja, nu uh, ja, stilaan naar uh, nieuwjaar, zal ik zeggen voor jullie. En dan hard werken om er terug te staan in de, in de terugrol. Ja, tuurlijk. Fysiek eh, zouden we moeten beter voorkomen na de winterstop als voor de winterstop. Ik zeg het nogmaals, dat doet je op geen veertien dadigen en daar hebben we het meer dan een maand voor nodig om er toch maar ergens eh, iets, iets van te zien. Ga je dan de ambities? Eh, zijn de ambities na een nieuw jaar van dit eh, Evastine? Ja, wij gaan proberen naar een ja terug te staan. Ik zeg niet dat we gaan winnen tegen een ander licht tegenstander. Maar tegen die ploegen, zoals Schenk, en, uh, en, en Leuven en Heist, uh, daar zouden we toch moeten uh, punten tegenpakken.